één hele goede. We hebben even een hond. En action! Een hele goede middag en ja, welkom terug op de Vinca, vanuit de Vinca, deze keer zelfs. Ja, jullie zien het al aan de muts. Koud. Nou ja, nou is de muts sterk overdreven, kan ik zeggen, maar het is wel heel fris. Klimaatverandering, nou ja, je zou er haast in beginnen te geloven. Het is ondertussen nou ja, bijna april en in januari nou ja, zonnestraal 20, 25 graden zelfs. In februari mega storm gehad en ook best wel veel regen. Begin maart vervolgens het klimazand, temperaturen tot 30 graden en zelfs daarboven. Nou, ondertussen zitten we in eind maart en het komt met nou ja, bakken uit de hemel, zou ik zeggen. We verwachten tot en met de Pasen nog 150 milliliter water. Dus dat is millimeter water, moet ik zeggen. Best wel heel veel. En een mega storm erbij. Dus ja, wat is er aan de hand? Geen idee. Maar het weer is in ieder geval erg wisselvallig, kunnen we wel zeggen. Gelukkig hebben we nog een hoop beelden van het begin van het jaar. En nou ja, zoals gezegd, januari was een prachtige maand waar ik nog best wel veel buiten heb kunnen doen. Dus laten we daarmee beginnen. En dan nou ja, werken we langzaam naar het slechte weer toe, hè. Zo, jullie zien het alweer. De kettingzaag is weer ingelaaien. Gespannen met een nieuwe ketting. De spullen voor elkaar. Dus we gaan het pad af naar beneden. Kijken of het lukt. We hebben natuurlijk mega slecht weer gehad toen we op vakantie waren. Dus dat pad is ook best wel nou ja, weer overspoeld. En dan gaan we weer wat bomen zagen. Zo, nou, ondertussen nou ja, beneden op onze grond. We kunnen nog een klein stukje verder, daar ben ik net wezen draaien. Maar ja, dit is een stukje waar best echt wel heel veel bomen staan die op omvallen staan. Jullie zien het hier achter me al, zo dood als een pier. Nou, dat is, ik zal jullie eens even draaien, daar niet heel veel anders. En daar verderop ook. Dus echt de dode bomen die nou ja, ook al helemaal... eigenlijk zo goed als droog zijn. Dat is het voordeel voor ons, want we hebben natuurlijk nog geen voorraad kunnen zagen. Dus ja, deze bomen zijn droog, kunnen eigenlijk bijna gelijk de kachel in als ze gezaagd zijn. Dus dat is wel fijn. Voor de mensen die zeggen van ja, zagen kunnen jullie wel, maar aanpoten niet. Dit zijn nou ja, sowieso dode bomen natuurlijk. En het is zo over de afgelopen 20 jaar doorgewoekerd en wildgroei ontstaan. Kijk, hier achter me ook staat een olijf tussen twee amandelen in. Het staat allemaal veel te dicht op elkaar. We willen allemaal niet groeien op deze manier. Dus er moet gewoon ja,
uitgedund worden. Om de boel weer gezond te krijgen en gesnoeid natuurlijk. Dus we gaan een stukje zagen. Trying to make something out of nothing, you know. He never wanted silver, gold, or the finer things. Just a wife and kids, a home, and the American dream. Oh, how you gonna step in line? Oh. A big windshield or a plane, not a TV screen. Don't you need the road to tell you who you really are? Find out whether or not a man could ever change his stars. Oh, how you gonna step in line? Oh. Zo, nou dat is één. Ik ga nog een poosje verder zagen. Ik heb er nog een aantal te doen. Ik zie jullie straks weer. Life is good, yeah. Yeah, in my dark
Nou, zoals jullie zien, Bobje en ik liggen lekker op de bank bij de warme houtkachel. Ik wil iedereen graag bedanken voor alle lieve en leuke berichten die ik gekregen heb. Het gaat een stuk beter. Ik moet nog wel even rustig aan doen, maar maak je vooral geen zorgen. Het gaat echt een stuk beter en ik kom er vanzelf weer. Wil je meer van onze video's zien? We kijken hier een andere video. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En geef ons vooral een duimpje omhoog. Iedereen een fijn Pasen en tot de volgende vlog.